Hoi, vandaag heb ik een TCBN voor jullie. Dat is Trading Cards, Trade Cards bij mail. En dat betekent geruilde kaarten via de mail. En hier heb ik de brief. Maar eerst wil ik jullie een hele goede nieuwjaar wensen. En over een paar dagen. Morgen is het kerst en dan heb ik ook deze leuke sneeuwpop voor jullie. Maar ja, ik ga jullie niet langer laten wachten en ik ga deze brief openmaken. Voor het geval als jullie ook willen raden met mij van wat ik heb gevoeld, dat kan ook. Dan moet je mij gewoon een berichtje sturen. Oké, ik heb een paar hele goede kaarten. Wacht, ik draai hem zo eventjes om. Deze leg ik even weg. Oké, karton. Daar hebben we niks aan. Het lijkt erop dat het allemaal een paarse sleeves zijn. Dus ik ga het gewoon in deze volgorde doen, hoe die eruit kwam. Dan hebben we hier Sharpedo, die ik daar heb voor gedaan. Florges. Wacht, ik ga ze ook even maar kijken of ze in goede conditie zijn. Oké, dit is Sharpedo. Ik hoop dat ze in mint conditie zijn. Want daar heb ik natuurlijk voor geruild. Even kijken hoor, hoe ik het de beste uithalen. Oké. Hier hebben we een Sharpedo. En een hele goede conditie, behalve dit. Maar dat maakt niet echt zo heel veel uit. Oké. Doen we terug in de sleeve. Oké. Dan hebben we een Sharpedo. Dan hebben we een Florges. Ga ik even kijken. Sorry dat het lang duurt, maar het is wel belangrijk dat je windconditiekaarten hebt. Nu in Florges. Deze is een betere conditie dan die van net, denk ik. Wacht even, ik probeer het iets sneller te doen, maar... Oké, dan hebben we Full Art Glade. Wacht, ik draai hem even om, zodat je niet... Ik weet niet of je het zeggen. Full Art Glade. Ik hoop dat deze in goed conditie is, want deze vind ik echt zo mooi. Oké, Full Art Glade. Is ook in hele goede conditie, gelukkig. Ik ben echt een fan van Full Art kaarten. Ze zijn gewoon zo mooi. En zo. Ja. Mac Enfros. Deze, ja, hoef ik niet echt te checken, want deze heb ik wel heel veel. Maar ik heb gewoon deze geruild, gewoon zomaar. Acron EX, deze zocht ik ook nog. Ook even kijken of die in goede conditie is. Voorkant in ieder geval wel. En de achterkant ook wel. Oké. Dan hebben we een Charizard EX van Fire Red Leaf Green. Laten we kijken of die ook in goede conditie is. Deze is iets minder. Ik weet niet of je deze ding hier ziet. Ja. Mijn achterkant ziet er nog wel goed uit. Zo. En dan hebben we een Glurak EX. Dat is een Duitse kaart. Maar toch, ze zijn heel zeldzaam deze kaarten tegenwoordig. Dit is weer iets in iets mindere staat, zoals je ziet. Het ziet best wel oud uit. Maar alsnog. Ook hier zo weer de zijkantjes, maar. Het is niet zo erg. Het zijn wel hele oude kaarten. Dan hebben we de Mega Mewtwo EX Full Art. Deze komt uit de Breakthrough. Ook even uithalen. Deze vind ik echt heel mooi. Deze is weer in wat mindere conditie. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had verwacht dat deze in betere condities waren dan de oudere. Oké. En dan hebben we nog deze. Deze zocht ik ook al heel lang, maar ik kan hem maar niet krijgen. Ik snap ook niet hoe. Ik heb heel veel van deze pakjes gekocht, maar ik krijg hem maar niet.
ook in mindere conditie, maar ja. Aggron Full Art. En dan de laatste kaart van deze trading cards by mail is Charizard. Charizard, ja, Charizard. Hallo. Deze is van de EX Dragon series. Deze is ook in mindere conditie. Zeker omdat het een oude kaart is. Ik weet niet of je dit goed kan zien. Is die een deuk? En hier zo ook. Of je dat goed kan zien op de camera. Ja. En hier zo. En de achterkant ook. Nou, ik zou zeggen dat het in plate conditie is, maar het is niet erg. Want ik heb al hier ook nog wat. Heb ik niet gezien. Dat is wel de grootste, maar. Yep. Dit waren de kaarten die ik had geruild. Ik had het ook geruild voor plate Goldstar kaarten, want die ik dubbel had. Die waren heel erg plate, dus ik vind het wel een goede deal. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Kun je ook even zeggen in de comments. Maar het ziet er toch wel goed uit. Ik ga het even gelijk in mijn map doen. En ja, dat was de trading cards per mail. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En abonneren en liken. En natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. En ja, tot de volgende video. Doei!